Het centrum van Helmond gaat op 25 september weer muzikaal het een en ander beleven. Dan lijkt het een beetje een voorbode te zijn van de 11e van de 11e. Want blaaskapellen die zullen dan het centrum van Helmond toch bevolken. Blaaspartij in Centrum Helmond, Paul van der Weijden, ja, eigenlijk na de corona mag je weer. Ja, gelukkig wel. We hebben vorig jaar geluk gehad dat we net tussen de maatregelen door een uitgedunde versie hebben kunnen organiseren. Maar dit jaar gaan we weer het vertrouwde concept gebruiken. De hele dag muziek over 6 podia, 24 blaaskapellen die zondag in Helmond zullen zijn. Wat zijn er voor blaaskapellen die komen? We hebben eigenlijk allerlei soorten blaaskapellen. Met name kapellen die heel veel gezelligheid brengen. Kapellen die nog niet zo lang bezig zijn, maar kapellen die ook heel goed zijn en naar heel veel verschillende festivals gaan. Dus eigenlijk van alle allure is wel iets te vinden bij ons. Maar ja, dan is het wel zo dat ze nog gejureerd moeten worden. Jazeker, hè? We hebben natuurlijk een professionele jury die ervoor gaat zorgen dat alle kapellen meerdere malen en op verschillende plekken gejureerd worden. En dan zijn we op zoek naar een kapel die enerzijds, ja, qua muzikaliteit er bovenuit steekt. Maar een tweede hele belangrijke prijs die we weggeven is voor de kapel die de beste indrukken, de meeste interactie met het publiek weet te realiseren. En dat is waar ons festival natuurlijk over gaat. Dus je hebt een eerste prijs en zeg maar een beetje publieksprijs, begrijp ik. Ja, een publieksprijs wordt door dezelfde jury wordt die uitgezocht. Maar het is een aparte discipline voor de muzikanten. Hè. We zijn niet alleen op zoek naar enorm goede muzikanten, maar we willen ook vooral gezelligheid. We willen dat mensen een leuke dag hebben in het centrum van Helmond. En vandaar ook dat we de kapellen echt aansporen om zoek de interactie op en maak er een gezellige, leuke boel van die middag. Over een leuke boel gesproken, was het dan moeilijk om die kapellen bij elkaar te krijgen? Gelukkig niet. We doen dit nu al voor de 16e keer. Dus we hebben een heel aantal kapellen die ieder jaar bij ons terugkomen. We zien ook ieder jaar nieuwe kapellen die zich aanmelden. Vanuit onze organisatie hebben we een aantal leden die bij de Blue Band zitten. Dus vanuit daar hebben we ook een mooi netwerk van bevriende kapellen. Dus gelukkig is het makkelijk geweest, ook dit jaar weer, om 24 kapellen bij elkaar te krijgen. Nu zat ik eventjes te kijken op de website van jullie festijn. De zaterdagavond, zou dat niet iets zijn om daar ook iets moois te creëren? Ja, dat is waar we naar op zoek zijn. Hè. Dus we hebben vorig jaar die uitgeklede versie moeten doen. Dit jaar hebben we weer de volledige zondag zoals we het altijd gedaan hebben. Maar waar we eigenlijk naartoe willen is dat we alle moeite die we voor de zondag doen ook kunnen gebruiken op de zaterdagavond. Dat we er een mooi weekend van maken en dat we een opwarmavond naar de zondag gaan organiseren. Dus dat staat voor ons heel hoog op de agenda voor volgend jaar. Maar worden er dan op zaterdagavond andere kapellen als op de zondagmiddag? Het is een blaasfestijn. Dus we zijn eigenlijk naar van alles op zoek. Als het maar een link heeft naar blaasmuziek. Dus dat kan van alles zijn. We zijn op zoek naar leuke ideeën. Dat kan een soulband zijn. Dat kunnen hele andere genres muziek zijn. Maar we gaan in ieder geval zorgen dat de zaterdagavond ook in het teken van een stukje blaasmuziek, maar ook weer diezelfde gezelligheid komt te staan. En dat we dan daar in 2023 mee gaan beginnen? Dat is wel het streven, ja. Ja, absoluut. We gaan eens kijken of dat we eerst dan dit jaar kunnen realiseren. Je had het over een hele mooie prijs. Waar strijden de kapellen op? De kapellen strijden eigenlijk al jaren voor de Gouden Helmonder. Het bekende beeldje uit Helmond, die speciaal voor deze editie in het goud gemaakt wordt. En die reiken we voor beide prijzen reiken we die uit. En hoe laat beginnen we? Tot hoe laat duurt het en waar is het allemaal te doen? Uiteraard in het centrum van Helmond. We gaan starten om 12 uur. We trappen af zoals altijd bij de bibliotheek. Daar verzamelt iedereen zich. Dat is natuurlijk al een mooi spektakel om te zien waar iedereen bij elkaar komt. En van daaruit gaan we verdeeld over 6 podia de hele dag muziek maken. Tot ongeveer 5:30 op het Havenplein de grote finale plaatsvindt. De prijsuitreiking. Ja, en waar het dan natuurlijk nog eventjes gezellig blijft. En dat niet alleen, maar zonder drank geen klank. Uiteraard, hè, dat is belangrijk. Een van de belangrijke redenen ook waarom de kapellen natuurlijk zo'n dag naar Helmond komen. Dus we gaan zorgen dat er goed gezorgd wordt voor onze kapellen. Maar natuurlijk ook voor het publiek van Helmond, die de Helmondse horeca, die ons trouwens enorm goed helpt, enorm ondersteunt. Ervoor gaan zorgen dat alle mensen een leuke dag hebben. Mensen die meer willen weten over het festijn, is er een website? Uiteraard www.blaasfestijn.nl, daar is alles te vinden. En ook via die site kan eventueel contact met ons opgenomen worden voor specifieke vragen.